Je ziet dat bijvoorbeeld ook wel eens misgaan in discussies op internet, waarbij mensen eigenlijk volledig ongefilterd de waarnemingen van waarneming.nl gebruiken. En dan zeggen, ja, wat een geneuzel. Het gaat hartstikke goed met de werkbluit. Maar er zijn er steeds meer. Ja. En dat, dat klopt ook. Maar die zijn er vooral meer omdat er ook veel meer gekeken wordt. Hey, leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur, aflevering 12. Cijfers en metingen spelen een belangrijke rol in onze maatschappij. Hoeveel likes krijgt een bericht? Hoe warm wordt het? Hoeveel koeien heeft een boer? Hoe hard gaat je auto? Nou, zomaar wat voorbeeldjes waarin gegevens, getallen, cijfers een belangrijke rol spelen. Maar ook in de natuur wordt er volop gemeten en gemonitord. Hoog tijd dus om in deze podcast eens aandacht te besteden aan data, monitoring en de rol die die spelen in natuurbescherming. Ik ben Antonie Stip en in deze aflevering spreek ik met Chris van Zwaai. Expert op het gebied van dagvlinders in Europa, projectleider bij de Vlinderstichting en vanaf het begin in 1989 een van de grondleggers van het MeetNet Vlinders. Chris, van harte welkom in Toekomst voor Natuur. Leuk om dat te zijn. Ja. Goed, we gaan het dus hebben over vlinderbescherming in deze aflevering in Nederland, in Europa en vooral ook de rol van data, van gegevens daarin. Maar ik wil eigenlijk beginnen bij, bij jouzelf. Je bent uh, geboren in Maastricht. Hoe is jouw. ...belangstelling voor natuur eigenlijk ontstaan? Ja, in de middelbare schooltijd... ...toen was ik al enorm bezig om overal in de omgeving rond te fietsen. En uh, toen begon ik ook met planten determineren en uh, vogels. In het begin van mijn studie is dat uh, veel meer geworden. Uh, en pas daarna eigenlijk ben ik op vlinders overgestapt. Uh, midden jaren tachtig. En dat heeft toen wel onmiddellijk mijn uh, volle aandacht gekregen... ...want ik vond het gelijk veel spannender dan uh, planten en... Uh, en, en wat maakte dat dan dat het spannender is? Nou, dat deed je toen natuurlijk niet zo heel veel mensen aan. Uh, en dat betekent dat je ook gelijk leuke dingen kon ontdekken. Zonder al te veel. Dat is in het begin is dat heel spannend. Je gaat ergens naartoe en je vindt iets wat nog niemand anders had gezien daar. En dan uh, daar heb je een leuke middag. Ja, ja. En, en wat deed bij jou de, de, de vonk overspringen om met vlinders dan uh, aan de gang te gaan? Ja, dat was uiteindelijk het, uh, het vak dat Irma en ik uh, deden bij, dus mijn vrouw en ik, bij um, Jan van der uh, Die werkte toen op de Stijdse Landbouw Universiteit Wageningen. En daar hebben wij een bijvak gedaan in de Bruk, uh, bij Dijmegen. En uh, daar hebben we echt naar de ecologie van twee soorten gekeken. En dat betekende ook heel veel data verzamelen. Uh, en uh, ja, dat was gewoon, uh, vond ik gelijk, verschrikkelijk leuk. Ja, oké. Okay. En hoe ben je daarna bij de, bij de Vlinderstichting terechtgekomen? Want daar werk je al die tijd al ja. Uh, sindsdien. Ja, ja, dat is eigenlijk uh, iets uit de oude tijd. Uh, ik, was, uh, ik had uh, geweigerd voor mijn militaire dienst. Kijk. Toen moest je ergens worden ondergebracht. En in die tijd uh, was het al zo dat als, uh, als je uh, na de sociale dienst, want daar werd je naar overgeheveld, ging met, een, uh, met iemand die jou wel wilde hebben en dat was Jan van der Baden... dan was er een goede kans dat dat doorging. En ik weet niet of daar ook nog geld geschoven is, dat weet ik niet. Want, maar zo kon ik anderhalf jaar lang bij de vriendenstichting werken aan de Atlas... De eerste atlas van Dag Vlinders. En die is uiteindelijk in 1989, 1989. gepubliceerd. Ja, 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 ja. En, en toen ben jij ook begonnen bij de Stichting in 1989? Ja, nou ja, toen ben ik heb ik anderhalf jaar bij de Stichting gewerkt. En daarna nog twee jaar op de universiteit. Toen heb ik daar uh, op de Wageningse Landuniversiteit toen nog. En daar heb ik toen uh, colleges gegeven. Okay. En daarna ben ik bij de Stichting verder gegaan, als het ware. Ja. ja. En we wel nieuwsgierig hoe jouw favoriete natuur eruit ziet. Ja, mijn favoriete natuur heeft toen nog heel veel vlinders. <laughs> Verrassing. Ja. En meestal vergezeld van bergen. En dan, ja, waar ik erg van hou zelf, dat zijn de bergen van het. Nou, zowel de Alpen wel hoor, maar ook de bergen op de Balkan. Ik hou ook erg van die wat rommelige Balkancultuur. Met ook heel veel dingen nog te ontdekken. Ja. Ja, dat is het mooie, daar, is, uh, daar komen wat minder mensen en daar is dus ook nog wat meer te ontdekken. Ja, zeker. Ja, ja leuk. Um, ik wil even naar het uh, onderwerp uh, vlinderbescherming, hoe dat er vroeger uitzag en hoe dat er nu aan toe gaat. Uh, je bent even al meer dan 32 jaar betrokken bij vlinderbescherming. Zou je ons eens even mee willen nemen hoe dat in de nou ja, eind jaren 80, begin jaren 90, hoe dat er aan toe ging um, om ja, vlinders op de kaart zitten. Ik ja, neem aan dat niet heel veel mensen ermee bezig waren... en dat het niet heel logisch was, of wel? Nee. Nou ja, we hadden natuurlijk wel net de, het landelijk dagvlinderproject gehad... waarbij de Atlas, de eerste Atlas gemaakt is. Dus. dus er was al wel, door andere voorwerkverrichten... waren al mensen bezig met uh, uh, dagvlinders iets meer gekanaliseerd te krijgen. Maar ik, wat ik, in, in, ik zal het nooit vergeten dat ik met Jan van der Maarten bij Stels weer op bezoek ging... En het allereerste wat we te horen kregen was van... ja, laten we even heel helder zijn aan het begin van ons gesprek. Uh, Staatsbosbeheer houdt rekening met vogels en met de vegetatie. Punt. Nou, dat is al een lekker binnenkomertje. Ja. Maar uh, goed, dat uh, in 89 heeft Jan van der Made het uh, Vlinderjaar 89 georganiseerd. En dat is eigenlijk een enorm succes geworden. Hij had er wat uh, slimme dingen bij gedaan. Hij had een congres georganiseerd in het begin van het jaar... En daar heeft hij toen landbouwminister Brax voor weten te strikken. Dus Kijk. minister Brax kwam het openen. Die moest ook een cadeautje meebrengen, want zo werkt dat. En uh, die bracht toen ook mee dat hij een beschermingsplan wilde gaan opstellen voor de dagvlinders in Nederland. En hem uh, heeft uh, Irma die dat, dag, uh, dat, dat plan gemaakt, het jaar daarna. En Irma, en zo hadden, Irma Vinov, sorry. Ja. Ja. En zo hadden we dus uh, een beschermingsplan dagvlinders voor een feite al een schets stond van waar we naartoe wilden met de beschermen van uh, Dag in Nederland. En dat zijn wij de jaren daarna gaan vormgeven. En daar heeft dat beschermingsplan eigenlijk de basis voor gevormd. En het was in die zin ook nog wel enigszins pionieren, denk ik. Ja, er was natuurlijk heel veel uh, minder bekend dan nu. Uh, maar uh, er was toch al aardig wat onderzoek gedaan, ook in Engeland en zo. En, uh, en ja, weet je waar we natuurlijk vaak. En dat, tegen aanlopen dat zijn van die no regret options die we allemaal wel weten. Kijk, we begrijpen allemaal dat uh, een heel gebied uh, diep plagen of een heel gebied uh, continu drie keer per jaar helemaal maaien, dat dat niet goed is. Nou ja, daar kun je al op beginnen voor te bouwen. Ja. ja. Wat heb jij in, in die loop der jaren van, nou ja, sinds 1989, zien veranderen in de dagvlinde fauna in Nederland? Ja, de, gro de grootste veranderingen zijn eigenlijk de. de, de Teloorgang, zou ik bijna wel zeggen, van de soorten van heide. En duin is het ook eigenlijk heel droevig. Iets minder erg dan op de heide, maar daar, daar zie je de enorme achteruitgang. En tegelijkertijd zie je het opkomen van bosvlinders, van hoogbos. En uh, ja, de, wat ik altijd klimaatopportunisten noem. Dus het kaaskrijk op je stablauwtje. Soorten die. Uh, Vanuit Frankrijk, uh, eigenlijk uh, het continent uh, op dit moment uh, veroveren. Ja, en kun je een paar voorbeelden noemen van soorten van de hei en van een duin die, die echt in de gevarenzone zitten? Ja, het is bijna het hele palet, maar natuurlijk de, 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 de kleine heivlinder is het meest uitgesproken voorbeeld, maar ik denk daarbij ook aan, uh, aan de grote paramoer en de duinparamoer. Uh, vergeet niet dat in de jaren tachtig uh, uh, beide soorten in enorme aantallen op de op de Hoge veluwe voorkwamen. Ik heb uh, echt. Uh, ja. Alle kan alleen maar met honderden. We telden toen niet systematisch. Maar het waren er honderden. Ja. Uh, bij elkaar gezien regelmatig. Zo, ja. ja. je kunt het je. En ook. We, we deden ook uh, onderzoek aan ei-leg, ei-afzetplekken. En dat deed je dan door een vrouwtje te volgen. En uh, waar ze uh, geïnteresseerd was, daar zette je een stokje dingen aan. Ja, later vergeleken die plekken met een willekeurige uh, lijn. En. Uh, dat kon we gewoon continu blijven doen, want dan raakte hij een vrouwtje kwijt. En dan wacht hij en binnen een minuut kwam er een nieuw vrouwtje. En ja. dan begon je die te volgen. Onvoorstelbaar, die aantallen. Ja, dat kun je ja. helemaal niet meer voorstellen. Ja, ja. Ik kan me ook wel indenken dat je, als je in je leven zoveel afnamen hebt gezien, zeg maar, dat je als mens ook een beetje cynisch. Daar kun je cynisch van raken, laat ik het even zo zeggen. <laughs> ja. um, wat betekent het voor jou, zeg maar? En, 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 en hoe ga je daarmee om, zeg maar, van die, die afnamen? Ja, ik, ik, ik heb daar zelf iets minder last van, omdat ik ook heel veel leuke dingen zie. Hè? Ik had andersom in die tijd nooit durven denken dat de keizermantel weer terug zou komen in Nederland. En dat is uh, toch gebeurd. Een ja. klaverblauwtje, een uh, dwergblauwtje. Uh, dat zijn op zich positieve dingen. blauwtjes zijn uh, teruggebracht, oké, okay, maar uh, komen weer in Nederland voor. En dat zijn dingen die we, in die, ja, die we andersom ons toen niet goed konden voorstellen. We achter zo'n keizerbander, die, uh, die komt nooit meer terug. Nee. En, en, en streept het tegen elkaar weg of, of blijft er wel iets knagen? Nee, bij mij blijft er wel iets knagen. Ja. En ik denk ook netto uh, zijn we natuurlijk evident op achteruit gegaan. Ja. Ook uh, in totale aantallen, hè, want daar kijken we dan ook naar. En dan zie je echt wel dat we een uh, forse daling in het totale aantal vlinders hebben. Ja. Dus bedoel ik even, ongeacht welke soort. Ja, ja, daar komen we straks nog even verder over te spreken. Ik wil even na naar data, want monitoring, data, natuurdata. die spelen volgens mij een belangrijke rol in jouw, le in jouw werkzame leven. En ik denk ook al in jouw privéleven. Het begon allemaal in dat uh, al eerder genoemde uh, jaar 1989. Dat was een pilotjaar voor het uh, meetnet Vlinders. Uh, toen heb ik begrepen, uh, was het Centraal Bureau voor de Statistiek al vrij snel uh, geïnteresseerd in dat meetnet. En uh, inmiddels is het een officieel meetnet. In het hele land werken er uh, nou, meer dan duizend vrijwilligers aan mee, die tellingen voor ons uitvoeren. Um, kun je ons eens meenemen hoe je van een vlindertelling buiten in een gebied komt tot een uitspraak over hoe het met een vlinder gaat? Ja. Nou, je gebruikt er natuurlijk alle. Uh, gegevens. Dus iemand gaat tellen op een bepaalde datum, loopt een vaste route elke keer weer. En op een bepaald datum ziet hij een bepaald aantal vlinders. De week daarna telt hij weer, ziet hij er wat meer of minder. En zo gaat dat gedurende het seizoen door. Dus je hebt een hele reeks stellingen, een hele hoop nullen te beginnen. En af en toe zijn er uh, wat vlinders gezien. Het eerste wat we doen is daarvan bepalen hoeveel vlinders er dat, dat jaar op die route zaten. Dat is stap 1. Dan hebben we dus van heel veel routes hebben we het aantal vlinders in dat jaar en alle voorgaande jaren. Uh, en dan gebruiken we op zich de techniek die het CBS heeft ontwikkeld, die ze ook gebruiken voor vogels en eigenlijk alle andere uh, meetnetten, om daar een trend uit te bepalen. Dat zijn eigenlijk de stappen. Oké, okay, en, en die trends die zijn per soort? In eerste instantie zijn de trends per soort, waarbij we voor de vlinders zoveel routes hebben dat we eigenlijk beginnen met uh, tegenwoordig de trends. Uh, te doen per combinatie van wat we dan noemen de fysische geografische regio en uh, het broeikstype. dat oh. is een moeilijk woord. Mag ik even uitleggen. Wat we in feite doen is we kijken naar de... Uh, 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 we hebben een aantal grondsoorten in Nederland dus, en, en een aantal regio's. Dus we beginnen met voor de soorten die heel talrijk zijn. nemen het zandoogje. Daar doen we de uh, trend bepalen in bos, in de hoge zandgronden in het noorden... In bos en in hoge zandgronden midden, bos, hoge zandgronden zuiden. En zo gaan we ze allemaal door. En ook de gastlanden in het noorden, hoge zandgronden noorden. Dus zo gaan we die allemaal door. En dan voegen we ze samen met een weging, omdat de routes niet uh, ideaal verdeeld liggen over het land. Ja. En je moet dus een soort correctie, een weging toepassen. Anders uh, zouden uh, sommige hele goed getelde regio's. Die zouden de uh, trends overheersen. Ja, dat moet je niet hebben. Daar wordt voor gecorrigeerd. Nee, ja. Ja. Nou, dan hebben we uh, dan zijn er trends uh, van, van soorten. Um, hoe welke rol spelen die gegevens in het natuurbeleid vervolgens? Ja, dat is uh, uh, een steeds grotere rol. Oorspronkelijk was het, uh, zoals ik al net schetste, wat bij Staatsbos bij mij al verteld werd. We kijken alleen naar vogels en naar Vlinders. Planten? Uh, Oh, sorry, volgens een plant. <laughs> niet naar vlinders. <laughs> ja. Vervolgens is dat, uh, zie je eigenlijk dat, we, dat tegenwoordig vlinders daar eigenlijk de logische derde soortgroep bij geworden zijn. En uh, dat uh, maakt uh, heel veel uit. al Om te beginnen voor het gebruik. Want volgens kijken toch vaak op een vrij grote landschappelijke schaal. Planten kunnen in principe natuurlijk op een, in een wegbermpje of een uh, slootje overleven. En vlinders hebben dat landschap daartussen nodig, die tussenmaat. Dus wat dat betreft zijn er drie hele logische groepen om naar te kijken. En uh, je ziet dus ook dat bij heel veel uh, verkenningen en scenario's schetsen wordt naar die drie groepen gekeken. Van, en het, vervolgens, van het natuurbeleid. Van ja. het natuurbeleid, ja. En vervolgens worden die groepen dus ook voortdurend meegenomen, want je wil voor ze ook monitoren of het goed gaat. En je houdt het veel beter bij dan... Ja, sommige andere groepen die daar uh, niet aan hebben meegedaan. Dus dat, uh, dat is echt wel iets wat je ziet. Een ander vind ik uh, is natuurlijk toch het beheer. Want uh, dat was, nou ja, zoals ik ook weer net schetste bij Staatsbos, weer destijds helemaal niet aan de orde. En inmiddels is dat natuurlijk heel anders. Heel veel boswachters zijn zich wel degelijk bewust van, uh, van het belang van vlinders. En hoe ze daar uh, uh, rekening mee moeten houden in hun beheer. Ja. Je bent in 2015 gepromoveerd op het uh, proefschrift met de titel Tracking Butterflies for Effective Conservation. Wat is er volgens jou nodig om um, vlinders effectief te beschermen? Ja, het bestaat een beetje uit, uh, uit uh, twee, twee dingen. Je hebt om te beginnen een aantal grootschalige no-regret-options. Zoals dat zo vaak zo mooi genoemd wordt. Hè. Dus hou bijvoorbeeld rekening mee met beheer... Um, uh, let erop uh, wat je met de grondwaterstand doet. Het zijn een hele hoop van die wat grote maatregelen, maar die zijn wel van belang als basis. Stikstof zouden we bijna vergeten. Ja. Um, dat zijn hele belangrijke dingen om in ieder geval een basis te vormen die, die, die fatsoenlijk is. Daarnaast heb je natuurlijk uh, toch dat uh, het heel erg van de soort afhangt. Als je uh, een soort gericht wil beschermen, dan heb je vaak onderzoek nodig. Je moet weten wat er precies met die soort aan de hand is. Alleen, en dan kun je ook heel gericht onder, uh, bescherming daarvoor opzetten. Maar uh, het is wel uh, um, uh, zo dat die algemene maatregelen, de, dat vormt wat mij betreft een basis. Daarmee krijg je ook heel veel soorten in je landschap en flinke aantallen. En dat vormt meestal vanzelf een, een, een volgende stap. Ja, en, en, en gegevens, data spelen daar een belangrijke rol in, denk ja. ik. Want je moet ja. wel weten wat waar zit. Ja, ja, ja. ja, dat is de, wat we vroeger ook altijd al zeiden: de klassieke volgorde die je volgt. Je moet eerst weten waar de soorten zitten. Dat is in feite de verzamelen. Je moet weten hoe het met ze gaat. Dat doe je bij een meetnet. Je moet weten waarom het zo met ze gaat. Nou, daarvoor moet je, doe je vaak in eerste instantie tamelijk correlatief onderzoek. Dus je kijkt van nou vallen die veranderingen samen met andere veranderingen. Daaruit komen dan ideeën voor. Onderzoek. Nou, dan uh, zet je een experiment op of, uh, of iets dergelijks. Waarbij je onderzoekt of dat ook daadwerkelijk een kausaal verband is. En dan kun je in principe maatregelen nemen. Uh, op basis van die kennis ga je dan uh, iets doen. Ja, nou zijn er ook soorten waar het inmiddels zo slecht mee gaat. dat je misschien niet meer de tijd hebt om die hele cyclus uh, te doorlopen. Wat moet je dan eigenlijk doen? Ja, dan moet je in ieder geval de dingen doen waarvan we zeker weten dat ze wel kunnen. Voor heel veel soorten is natuurlijk wel degelijk veel informatie bekend, ofwel uit het verleden of uit um, het uh, buitenland. Ja. Nou, en daar kun je natuurlijk uh, wel degelijk uh, dingen doen. Maar er zijn ook soorten daar, um, ja, dan zit je in een ingewikkelde positie, omdat je eigenlijk weet dat je uh, niks kunt doen. Of dat je eigenlijk bijna niks kunt doen. Die kleine daar vind ik daar wel een voorbeeld van. Um, het dichtgroeien van de stuifzanden gebeurt inmiddels op zo'n tempo uh, dat, um, ja, dat je daar eigenlijk niet tegen op kunt beheren. Ja. Vroeger kon je zeggen: van je placht een stukje en dan laten we dat 30 jaar dichtgroeien. Maar inmiddels gaat dat dichtgroeien in, in, in jaren in plaats van in tientallen jaren. Door de uh, enorme hoeveelheid stikstof. En uh, ja, dan. Uh, ja, dan ja, dan weet ik het eigenlijk ook niet meer. Nee, nee. En kun je zeggen dat, als je het even met een andere bril bekijkt, het is een kleine heifelinder die in Nederland toch met name in de stuifzandgebieden voorkwam, want hij is op heel veel plekken weg, dat hij een soort cultuurvolger was, en, en, hè, want die stuifzanden zijn door menselijk gebruik ontstaan, overbegrazing, overbenutting. En die cultuur is inmiddels zo veranderd, die is eigenlijk niet meer aanwezig, waardoor ja, ook de, de plekken in het landschap Um, er niet meer zijn voor zo'n soort. Ja, ja uh, nou, ik denk dat bijna alle vlinders in Nederland... natuurlijk uiteindelijk cultuurvolgers zijn. Um, als we teruggaan naar, weet ik het, 3000 voor Christus of zoiets... dan, uh, dan zullen we hier vooral bosvlinders gehad hebben. Ja. Wat veenvlinders, ja. ja, die zullen er wel geweest zijn. En wat uh, grazige ratjes, beekdalletjes... Maar dan heb je het wel gehad. Dus ja. ik denk dat we zo een kwart van onze vlinders... überhaupt niet hadden. En mee heel veel andere soorten ook veel zeldzamer. Ja, ja. ja bijvoorbeeld de, de brandmetervlinders... Die, die waren voorheen ook niet zo algemeen ja. als nu. Ja, dat, dat is überhaupt heel interessant. Ja, ja. Brandmetervlinders uh, uh, gelden eigenlijk als uh, enorme specialisten. Want ze kunnen in een natuurlijk landschap... maar op een paar plekken voorkomen. Namelijk... Uh, Bijvoorbeeld waar een rivier stroomt en ineens wat aanspoelsel is in een bepaald jaar. En dan moeten ze heel snel weten te vinden. Nou, daarom zijn ze zo mobiel. Dan moeten ze razendsnel eitjes afzetten, heel vlug eten en wegwezen. Want die plekken, die, die rivier, die spoelt volgend jaar weer alles weg, die verlegt zijn loop weer. Terwijl bijvoorbeeld een veenbest in, in de oude tijd, ja, die, die had een eindeloos landschap tot zijn beschikking. Ik bedoel, heel Drenthe en Groningen wat bestond grotendeels uit veen. Waar dat beest een enorme meterpopulatie had. En ze vlogen daar. Ze hoefden ook helemaal niet mobiel te zijn. Nee. Want er was helemaal geen reden voor. En het, en het habitat was super stabiel. Ja, het veranderde wel door de tijd. Het werd eigenlijk alleen maar dikker. Het veen. En verder gebeurde er niet zoveel. Ja. Ja, en, en, en relativeert dat nog zeg maar, voor wat we nu doen? Of uh, geeft het juist extra urgentie? Nou, het, het geeft er zoveel extra urgentie dat wij de brandnetelvlinders dubbel belonen. Want ze zijn al mobiel en we maken ook nog eens een landschap dat vol staat met brandnetels. Ja. En de VMSblaadjes worden dubbel gestraft. Want ze zijn niet mobiel, dus ze kunnen niet zomaar een nieuw plekje vinden. En we hebben het, uh, uh, hun leefgebied uh, nou ja, tot wat snippers uh, teruggebracht. En daarmee zijn die plekken geïsoleerd in het landschap. Ja, ja. welkom in 2022. Ja. <laughs> ja. ja. Je hebt ook een, een behoorlijk grote lijst wetenschappelijke publicaties op jouw naam staan. En uh, heel vaak is daar ook gebruik voor gemaakt van de data die door vrijwilligers zijn verzameld. Uh, dus ja, die. Uh, publicaties uh, die hebben denk ik wel de nodige impact gehad. Kun jij een inschatting maken van hoe groot die, die, die impact is of wat die impact is? En daarmee dus ook van dat telwerk van al die duizenden mensen die daarmee bezig zijn geweest en nog steeds zijn. Ja, ik vind ook daar moet je een beetje onderscheid maken tussen dingen die heel lokaal gebeurd zijn en op een veel grotere schaal. Kijk, het is natuurlijk zeker zo dat uh, mensen die, uh, nou, vrijwilligers van ons die in een gebiedje tellen, en die, die zien iets gebeuren, die zien minder aardbevlinders of zo. En dan op een gegeven moment stapt ze naar de boswachter en dan gaan ze met de boswachter praten. Die wordt zich daarvan ook meer bewust. Soms nemen ze contact met ons op. En zo zie je dus tot dat is al een hele concrete eerste uh, ding dat er gebeurt. Uh, maar en dan de veel grotere schaal. Ja, op een gegeven moment komt al die data bij elkaar. En we constateren dat een soort voor- of achteruit gaat. En uh, hij komt daarmee op een rode lijst. Hij uh, krijgt aandacht in het beleid of dat proberen we met z'n allen te regelen. En uh, dan komt er meer aandacht voor. En nou ja, dat, dat zijn de, de, de twee belangrijkste wegen die je ziet. Uh, en daarnaast natuurlijk ja, alles wat daar nog tussenin zit. Regio's die, die wat willen, gemeentes die wat willen, uh, eigenprocessierups. Kaarten die we maken van waar zitten eikenprocessen op ze en waar zitten bijzondere soorten waar je rekening mee moet houden bij de bestrijding van de eikenprocessen op ze. En zo is er dus eigenlijk een veelheid aan, uh, aan gebruik van dat soort data. Ja, ja. in 2019 was je mede-auteur, een belangrijke auteur van een artikel dat uh, eigenlijk als hoofdboodschap had dat in een ruime eeuwtijd, sinds 1890, ruim 80% van de dagvlinders in aantal uit Nederland is verdwenen. Um, ik had het in aflevering 10 van deze podcast met Annelies Jacobs over shifting baselines. Ja, ik denk dat artikel dat laat perfect zien waarom het dus nodig is om het over referentiekaders te hebben in, uh, in het natuurbeheer, natuurbehoud. Jij weet volgens mij regelmatig uh, verhalen op te dissen over hoe vlinderrijk het ooit in een gebied was of um, um, nou, in een bepaalde regio, een bepaalde soort het heel goed deed. K kun je ons daar eens een voorbeeld van, uh, van geven? Nou ja, dat... dat... Vind ik soms eigenlijk nog sterker als je nog iets verder terug in de tijd gaat. En uh, ik, ik, uh, ik heb het eerder een keer een artikeltje opgeschreven. Uh, er is een prachtig verhaal van een, uh, een meneer in, uit uh, Groningen. een uh, Meneer De Gaveren, die natuurlijk in het Frans ook een prachtig verhaal heeft geschreven over de Vlinders in um, direct rond Groningen. En uh, wat hij allemaal daar vond. En, um, maar net zo interessant ook is, een paar jaar later heeft meneer... W welke tijd hebben we het dan over? Dan hebben we het over 1867. Dus Kijk, echt, ja, dat ja. is echt lang geleden. Ook erg leuk is dat uh, meneer Ter Haag, ja, die heeft ooit ook nog eens een heel dik boek vertaald. Die heeft daar ook uh, gewoond en die heeft daar ook rondgezworven. En erg leuk vind ik, ja, misschien moet ik het stukje heel even voorlezen. Dat is toch wel erg leuk, ja. Het onland begint bij de Witte Brug, ongeveer 20 minuten buiten de stad aan de weg naar Paterswolde en vormt een grote onafzienbare vlakte bestaande uit lage veengronden. Het grasgewas wordt, voor zover het land nog niet in cultuur gebracht en dus voor den entomoloog bedorven is. Eenmaal per jaar en wel in het laatst van de maand juni of in het begin van juli gemaaid. Tot die tijd prikt het land in een prachtige dos van de veenflora. Hier en daar staan wilde bosjes van water, wilg, berken en groeite veenbest over grote oppervlakte. In gezelschap van orchissoorten van een entomoloog in Dorado. En, en vervolgens gaat hij alle soorten beschrijven die je daar zag. En dan moet je dus echt denken aan uh, koninginnenpage, nou die hebben we nu ook wel. Grootgeaderde witjes, in sommige jaren heel veel. Zilvervlek, grote paramoer, duinparamoer. morasparamoer, wordt gewoon vrij algemeen genoemd. Uh, rode vuurvlinder. En het aardige is eigenlijk dat hebben deze mensen in die tijd allemaal. Vervolgens verliezen ze zich in aberraties. Dus dat zijn soorten die een afwijkende kleur of een afwijkend stippenpatroon hebben. Okay. Maar ik weet niet of je zelf, hoe vaak je zelf aberraties tegenkomt. Nou, dat overkomt je misschien wel eens bij het Icarusblauwtje ja. of bij een, 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 een koevinkje of zo. Die hele algemene soorten die je in grote aantallen ziet. Dan heb je één op de duizend of één op de zoveel duizend keer heb je prijs. Nou, dat geeft je denk ik een vaag vermoeden wat voor een enorm aantal vlinderstaken gevlogen hebben. Ja. Waarbij ik het van dit gebied trouwens nog zo aardig vind dat het tegenwoordig ook weer ontwikkeld wordt. Dus dat is schijnbaar een erg goed vogelgebied bij, bij Groningen, net onder Groningen. De onlanden. Ja, ja, ja het gaat ja. over hetzelfde ja, 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 dat is ook al eerder uh, genoemd okay. in deze podcast ja, okay. als, als mooi voorbeeld van natuurherstel ook. Ja. Dus uh, dat, uh, ja, dat is een, uh, vind ik een prachtig voorbeeld van hoe het ook ooit geweest is. Ja, 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 ja zeker. Ik wil nog even uh, ten laatste met jou door over, over natuurdata. Uh, vorig jaar verscheen er een uh, Nederlandse vertaling van een boek van een Franse filosofe. En die heet Virginie Marie. En dat boek heet Het wilde deel van de wereld. En dat gaat over natuur in het Antropoceen. En dat gaat over meerdere dingen, maar er is ook een hoofdstuk en dat heet eh, natuur als database. En daarin uitzij eigenlijk haar zorgen over de uh, steeds grootschaligere manier en ook ongerichtere manier van het verzamelen van data in de natuur, He, met satellieten, met allerlei uh, camera's uh, die nou ja gewoon alles op de foto zetten. En zij spreekt daar een beetje haar zorgen over uit, want die die zij zegt um, dat de, de big data, zeg maar, die je daarmee verzamelt... eigenlijk geen recht doet naar haar idee... aan de complexiteit van de natuur. Dat er, het onderzoek wat daarmee gedaan wordt... voornamelijk correlatief is. He, dus dat het uh, dan maar de vraag is of het over echte verbanden gaat. En uh, dat het ook voortkomt uit een, uh, een manier van data verzamelen... waarin schakels eigenlijk ontbreken... In de, ja, uit de meer klassieke manier van... je doet een observatie, uh, je bouwt een hypothese... Vervolgens zet je een experiment op waarbij je die hypothese toetst. Nou ja, we hebben het net er ook al even over gehad. Kortom, het risico is dat je veel data hebt. Dat je daar verbanden uit gaat halen die er in de werkelijkheid misschien wel niet zijn. Dat je belangrijke context van die data verliest. Of dat je ook data gebruikt voor een doel waar het helemaal niet voor gebruikt is. voor bedoeld is eigenlijk. Hoe kijk jij tegen die, uh, die zorgen aan? Nou, ik denk dat ze wel zeker een punt heeft als je. De data uh, inderdaad op die manier gaat gebruiken. Daarvoor denk ik wel dat het heel belangrijk is dat degene die die data gebruikt, in ieder geval zich ervan bewust is. Of, en ten tweede ook dat hij uh, een flink wat veldervaring heeft waarmee je dat kunt toetsen. Uh, je ziet dat bijvoorbeeld ook wel eens misgaan in discussies op internet, waarbij mensen uh, eigenlijk volledig ongefilterd de waarnemingen van waarneming.nl gebruiken. En dan zeggen je ja, wat een geneuzel... Uh, het gaat hartstikke goed met dwergblauwtje, maar er zijn er steeds meer. Ja. En dat, dat klopt ook, maar die zijn er vooral meer omdat er ook veel meer gekeken wordt. Nou, bij dwergblauwtje trouwens ook al dat er weer zijn. Maar bij veel andere soorten kun je daar dus al enorm de mis mee ingaan. Nu is dat wel een heel duidelijk voorbeeld, maar um, ik denk dat je altijd moet hebben dat mensen die daarnaar kijken zelf weten waar ze het over hebben. Wat wel klopt is dat je in principe uit dit soort grote data correlatief correlatieve resultaten krijgt. Maar zoals ik al eerder zei, die moeten eigenlijk de basis zijn om daarna de, de, de verder dieper in te duiken. Um, kijk, een hele grote dataset gaat uiteindelijk veel meer van dat soort ideeën opleveren dan iemand die inderdaad naar buiten gaat wandelen en wat waarnemingen doet en daarop zijn zijn of haar, want dat is maar een hele beperkte visie op dat punt. Ja. Terwijl als je natuurlijk data van heel Nederland of zelfs heel Europa hebt, ja, dan ga je ook verbanden zien met klimaat, met, uh, uh, met grote uh, bedreigingen die je anders wellicht eigenlijk lokaal helemaal niet eens waarneemt. Nee, nee. Oké. Okay. Dus de zorg, uh, die herken je wel, maar er zijn ook manieren om, er, om ermee om te gaan. En een van ja. de dingen die je noemt is heel belangrijk zelf als onderzoeker ook veldervaring hebben, snappen wat er gebeurt eigenlijk. Ja. Je noemde al Europa. Ik wil even nog met jou over, uh, ook over Europa doorgaan, dagvlinders in Europa. Uh, want jij bent ook in het Europese uh, verband betrokken bij vlindermonitoring en vlinderbescherming. Bijvoorbeeld via Butterfly Conservation Europe. Uh, voor de mensen die dat niet kennen, wil, wil je ons even vertellen wat, wat is en wat doet Butterfly Conservation Europe? Ja, Butterfly Conservation Europe is in feite een netwerkorganisatie. Dat wil zeggen dat uh, clubs als de Vlinderstichting of uh, Engelse Butterfly Conservation en meer van dat soort groepen uit heel Europa in feite samenwerken, samenkomen, proberen om dingen op elkaar af te stemmen en uh, op die manier uh, meer te bereiken voor Vlinders in Europa. Het is dus vooral overigens gericht, minder op onderzoek, maar vooral op, op beschermingsmaatregelen. Oké. Okay. en... en... Kun je ons eens meenemen? Welke ontwikkelingen jij in uh, dagvlindergebied zeg maar ziet voltrekken eigenlijk in Europa op dit moment? Ja, je ziet, uh, je ziet in Europa een paar hele grote uh, dingen veranderen. Ten eerste is daar de ontvolking die in grote deel van Oost-Europa op dit moment aan de, aan de gang is. Want ik sprak net over de Balkan, waar ik het zo mooi vind, maar daar uh, reis je ook regelmatig door uh, streken waar uh, ja, alleen nog een paar oude mensen in een dorp wonen. Het effect daarvan is ook dat op de alpine natuurlijke graslanden na uh, de rest over, langzaam overvoegd raakt. En het, uh, met, met bomen, struiken. Met bomen en struiken. En uh, zo uh, als je bijvoorbeeld in Noord-Griekenland bent, dan vind ik het heel extreem. Daar zijn echt hele streken waar je eigenlijk alleen nog maar door ja, secundair bos uh, rijdt. En dan kom je in een dorp en dan zitten een paar oude man uh, domino's te spelen. En dan, uh, <laughs> en dan rijden we naar het volgende dorp. En dat, uh, ja, dat, dat begint een steeds grotere impact te krijgen. En dat waren eerst graslanden dan? Of, of meer? Ja. meer ja. ja, dat was. Er werd, uh, nou ja, er werd natuurlijk uh, vlakbij het dorp werd wat akkerbouw gedaan. En dan verderop was het vooral gras. we met schapen en zo bewijd werd. Ja, dus, dus ook daar zie je eigenlijk weer cultuurveranderingen die hier die, 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 die rol spelen. Ja. Ja, en uh, socio-economisch, het is natuurlijk gewoon, uh, jonge mensen trekken weg, vaak naar de stad. Er uh, is wel zo geloof ik nu weer een beweging, een beetje meer terug, maar ja, het is een, niet te vergelijken natuurlijk met de enorme aantallen boertjes die daar vroeger uh, leefden. Ja. ja. En in West-Europa is het natuurlijk de, de intensivering, want, en dat zien we trouwens ook in Oost-Europa op de um, lage, goed uh, ontsloten. Met goede grond, daar, daar is het ook gewoon intensief inmiddels. Maar uh, in West-Europa is bijna alles uh, intensief. Ja, dus, dus die twee bewegingen van aan de ene kant uh, het, het ja, uit cultuur raken van, uh, van grond in het oosten van Europa en in het westen van Europa de intensivering. Um, als, je dat, als je dat probeert door te vertalen naar, naar bijvoorbeeld beleid in Europa, wat, wat denk je dan dat het beleid daarmee moet doen? Ja, het beleid worstelt daar ook mee. Dat kun je ook zien uh, in, in, in de maatregelen die worden voorgesteld. Uh, het hing te verduren een beetje op, op twee benen. Want enerzijds willen ze de, zijn ze zich hiervan bewust... en willen graag de kleine boertjes in Bulgarije uh, ondersteunen en, en, en beschermen... en uh, zorgen dat zij op hun manier daar bezig kunnen blijven. Tegelijkertijd uh, moeten ze maatregelen uh, be, uh, bedenken die hier in West-Europa... Uh, ja, in een totaal andere wereld uh, ook moeten we een effect moeten hebben. Ja, dus het is uh, geen one size fits all beleid, nee, zeg maar. Nee, dat, nee, uh, nee. Daar is in principe ook wel binnen de, het, het, het GLB, het, het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Ja. Is daar ook wel ruimte voor. Maar het is natuurlijk toch, toch gewoon: het zijn twee totaal verschillende werelden. Ja, ja. De Europese Commissie bereidt op dit moment ook. Uh, nieuw beleid, wetgeving uh, voor, uh, die onder andere gaat over biodiversiteitsherstel. Hoe kijk jij daarnaar wat, en wat zijn jouw verwachtingen daarvan? Ja, in principe is het natuurlijk uh, een, een, een spannende wet. Er, er wordt echt, uh, echt voor het eerst, vind ik, een, een, groot, een, een wet opgetuigd... waarbij echt de herstel van de natuur voorop staat. En ook hoe we dat moeten gaan bereiken... Uh, bijvoorbeeld uh, om te beginnen maar zorgen dat soorten uh, niet meer achteruit gaan over een, uh, in 2030. Ja, dat is al snel. Dat is al heel snel. Um, dus dat is al een, een behoorlijke uitdaging om alleen dat al te bereiken, denk ik. Ja. Maar uh, het is dus uh, uh, wel iets waarvan ik... Uh, ja, uh, het is natuurlijk nog maar een, een draft, zoals het heet, een ja. uh, concept. Maar als die wordt aangenomen, dan, uh, dan zal dat echt wel helpen in het... Uh, stel van, ook van vlinders. Ja, want uh, een van de maatregelen is uit mijn hoofd gezegd dat er 30% van het landoppervlak per lidstaat ja. uh, beschermde natuur moet zijn, ja. moet worden. Ja, en ja. volgens mij 10% strikt beschermd. Ja. Dat er uh, nog een uh, ietsje scherper is. Ja, ja klopt. Ja. Ja. Dus dan moeten alle lidstaten, waaronder Nederland, aan de bak. En Nederland moest ja. al voor zoveel dingen aan ja, de bak. Ja. Maar <laughs> Nederland zit al vrij hoog, omdat wij de... Um, IJsselmeer en de Waddenzee daar ook hebben mee gerekend. Waar komen we dan op zitten uit? Zitten wij volgens mij al op 26% op die manier gerekend? Oké, okay. maar goed, nog 4% van het ja. landoppervlak realiseren met behoorlijk hoge ja. grondprijzen, dat ja. is best wel een kostbare ingreep, ja. denk ik. Ja, ja. ja, maar ik vind het ook wel grappig, of grappig. Ja. In ieder geval wordt er duidelijk nu nog niet rekening mee gehouden in het hele stikstofgebeuren. Want je zou dit natuurlijk al meteen kunnen meenemen als je toch 4% moet. Ja, als je, als je voorbereid wilt zijn op de toekomst, dan zou je zeggen, dan, dan doe je dat. Maar ik denk dat er op dit moment zoveel ja. zorgen zijn waar, waar Rutte 4, het kabinet Rutte 4 aan moet werken, dat het een beetje buiten de boot is gevallen. Ja. Ja. Chris, ik wil met jou naar het laatste onderwerp en dat is ja, het onderwerp toekomst. Ik vraag al de gasten die ik interview in de, deze podcast, heb je een leestip voor de luisteraars? Wat is jouw leestip? Ik heb, het, uh, ik heb heel veel plezier gelezen. Het boek van Chris Thomas, Erfgenamen van de Aarde. Um, dat heeft overigens meerdere redenen. Ten eerste omdat ik Chris Thomas persoonlijk al kende. Uh, hij is iemand die uh, hoogleraar ook is in vlinderecologie. Hij heeft een aantal erg leuke onderzoeken gedaan. Uh, maar in dit, uh, hij is de laatste tien jaar duidelijk een wat andere weg ingeslagen. En hij is um, in dit boek ook... Uh, uh, eigenlijk een hele optimistische view, omdat hij eigenlijk zegt, ja, wat natuurlijk wat meer mensen zeggen, kijk, de natuur overleeft altijd wel, hoe bond ja. wij het ook gaan maken. Wij zullen er misschien een tijdje last van hebben, maar er komen gewoon nieuwe soorten en alles zal gewoon doorgaan. Ja. <laughs> Als je dat leest al, uh, jij heeft ook een... Ja, ik heb ook meerdere keren met hem in de kroeg gestaan, dus ik, heb, <laughs> ik hoor hem dan ook praten. Yeah. Uh, ja, dat uh, is gewoon een aanstekelijk... Uh, optimistische mannen. Dat is ook wel eens een keer goed om, uh, om een leuk verhaal te lezen. Ja, ja, ja. ja. En dan lees als een trein. Oké, okay. nou heel goed. Uh, Chris Thomas, Erfgenamen van de Aarde. Ik zal het boek ook in de beschrijving van de aflevering van de podcast uh, zetten. Um, nog even door op dat onderwerp toekomst. Je hebt voorheen, maar ook nu, de laatste jaren, talloze gebieden en talloze soorten in Nederland en in Europa gezien. Wat zijn volgens jou de belangrijkste uitdagingen eigenlijk in het natuurbehoud, waar we in Nederland, maar misschien ook in Europa de komende jaren echt aan moeten werken? Ja, ja Europees zie ik vooral dat hele socio-economisch, wat je yeah. net al noemde. Dat probleem in, in Oost, maar eigenlijk ook nog in de delen van Zuid-Europa, waarbij hele streken ontvolkt raken. Dat is niet alleen een probleem voor de vlinders, niet alleen van de natuur, maar ook voor de gemeenschappen daar. En uiteindelijk ook voor uh, allerlei streekproducten en weet ik wat allemaal. Dat gaat echt. Uh, uh. In Nederland is het meer, ja, um, krijgen we ooit nog de heides en de, de, de venen op orde. Ja, ik vraag me dat uh, af en toe ook wel eens een beetje af, omdat uh, we inmiddels um, heel veel populaties zijn kwijtgeraakt. En ook de, de eigenlijk geen uitzicht is dat het, um, dat het echt drastisch gaat verbeteren. En inmiddels is er ook al uh, zoveel uh, schade aangericht, zoveel verdroogd, zoveel uh, mineralen uitgespoeld, dat, uh, ja, dat je alleen nog maar met kunst en vliegwerk uh, het allemaal weer een beetje hersteld krijgt. Ja, ja. En, en in het licht van jouw leestip, de, hoe, hoe kijk je er dan naar? Ja, gaat het allemaal door? Ja, hij zou, uh, zou daar veel makkelijker in zijn. Hij zegt gewoon van, uh, laat het al, kijk, het gaat goed, nou uh, trekken gewoon onze handen ervan af, laten het bos worden. En uh, dat komt allemaal vanzelf, hoef je helemaal niks aan te doen. <laughs> en dan, uh, nou ja, dan hebben we in ieder geval die vlinders het goed. Dat is wel we zien, duur bos dan, want uh, het is ook dure grond in Nederland. <laughs> nee, nou, ik denk bijvoorbeeld de heides. Hè. Ja, oké. Okay. Je moet je afvragen of je uiteindelijk eindeloos uh, de heide wil openhouden. als je er steeds minder bijzondere natuur op hebt. Hoeveel energie stop je er op een gegeven en, en de bodem op een gegeven moment helemaal is uitgeloogd. Ja, wat voor een. Uh, wat voor een uh, natuur wil je op een gegeven moment nog hebben? Dan, dan kan er eigenlijk alleen nog maar paakse heide groeien. En dat vinden mensen prachtig. Maar als het leven erin uh, steeds slechter wordt. op een gegeven moment bijna ontbreekt. dan, uh, dan wordt dat wel een dingetje. Ja, ja. ja dat is wel een, uh, een goed punt wat je hier even neerzet. De toekomst van de heidesystemen in ons land. Um, ook nog even in het licht van uh, het onderwerp van deze aflevering, data, monitoring. Hoe kijk jij uh, naar de toekomst van natuur in ons land in het licht van nou ja, de ontwikkelingen die rondom monitoring en data zijn? Nou ja, er zal. Uh, Ooit was het net helemaal niet uh, zo zeker dat dat kon doorgaan, maar je ziet nu natuurlijk wel dat monitoring uh, een steeds stabielere basis heeft. Ik denk wel dat we in de toekomst. Uh, Steeds meer vragen zullen moeten gaan beantwoorden. Dus er zal een steeds groter beroep gedaan worden op steeds meer gedetailleerde informatie, zowel in ruimte als in tijd. En wat dat betreft zijn uh, de ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld uh, data verzamelen waarbij we de, uh, de inspanning kennen. Denk aan kwartiertellingen of de Live Atlas uh, tellingen van SOFON. Uh, dat soort data zal ons uiteindelijk helpen om steeds gedetailleerdere kaarten te kunnen maken en uiteindelijk ook steeds beter te weten wat waar gebeurt. Um, zodat je daar ook steeds uh, meer rekening mee kunt houden. Dus dat soort ontwikkelingen zie ik wel gebeuren. Ja, en, en hoe gaan we voorkomen dat we steeds meer meten en steeds meer weten, um, maar we de afname niet keren? Ja, nou ja, voor een deel van die uh, redenen achter de afnames, die zijn... Uh, zijn nog niet bekend, maar voor zover ze wel bekend zijn. Ik denk wel dat wij als Vlindstichting ook een taak hebben om allerlei manieren te bedenken om dat uh, overal tussen de oren te krijgen. Dus naar uh, de terreinbeheerders gaan, maar ook uh, openbaar groen, ook bermen op een goede manier beheren uh, en zo in ieder geval zorgen dat er goede basiscondities zijn. Uh, uiteindelijk krijg je dan vanzelf ook uh, ruimte voor uh, meer bijzondere soorten. Ja, dus laten zien hoe het kan, dat het kan, en ja. dat gaat ook zijn werk doen. Zeg maar. Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja, nou, dat lijkt me een hele mooie afronding van, dat, uh, van dit gesprek. Chris van Zwaai, Vlinderexpert, projectleider bij de Vlinderstichting, heel hartelijk dank. Zo, dit was aflevering 12 van Toekomst voor Natuur. Ik maak deze podcast voor de Vlinderstichting en de credits voor de montage gaan naar Laura Peters. Vind je deze podcast de moeite waard? Geef dan een reactie. Dat kan door een mailtje te sturen naar toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl en het achterlaten van een waardering wordt ook erg op prijs gesteld. De volgende aflevering van Toekomst voor Natuur gaat over het Europese landbouwbeleid. En ik spreek daarover met Sarah Westenburg en zij is strategisch adviseur bij Boeren Natuur. En ik spreek met haar over de vraag, hoe is dat landbouwbeleid in Europa eigenlijk ontstaan? Hoe zijn we gekomen waar we nu zijn? En hoe ziet echt toekomstbestendig landbouwbeleid in Europa eruit? Tot de volgende!